Dit is een geile kleuter, nummer 12. Pak hem er even bij. Ik ga even terug naar het begin. Want hier gaat het over, voor degene die niet weten waar ik het over heb. Dit is het werkje. En op zijn Engels laat zich dit vertalen als a horny toddler. Een werkje geschreven vanuit verdriet, woede en weggevlucht in satire. Ja, ik heb zo mijn mening van vrijheidsuiting. Dit is de laatste, die staat nu te renderen, heet dat. En daarom hoor je een beetje ruis op de achtergrond. Dit is het hoofdstuk waar ik het nu over ga hebben. En daar word ik echt heel erg boos. Ik zal je uitleggen waarom. Even kijken welke pagina 12. Hier zijn we. Ik ga nu eerst even voorlezen. Misschien dat ik heel even tussendoor. Kijk hoor, dan heb ik hier nog pagina 12, maar naar pagina 13 toe. Ik ga nu voorlezen. Hoofdstuk 12. Manuel Schatwald. De volgende dag was het zaterdag. En mijn zoon en ik sliepen een gat in de dag. In de loop van de middag kwam zijn zus thuis en aten we voor een keer met zijn drieën. Die zondag daarna ging ik vissen. Mijn dochter zou oppassen op mijn zoon en aardappels schillen. We zouden patat maken. Ik was die ochtend al vroeg vertrokken met mijn hengel en kwam tegen 3:30 die zondagmiddag thuis. Het gezicht van mijn dochter stond op categorie donderwolk. We praten er wel over als hij straks in bed ligt, zei ze. En hij wil eten op zijn kamer. Hij is erg van streek. Rond 8:30 s'avonds kwam mijn dochter naar beneden en vroeg als eerste: wat weet jij van Manuel Schatwald? Ik vertelde haar dat ik zo een beetje alles wist. Heb bijvoorbeeld ook een interview met zijn moeder gezien op internet. Manuel Schatwald, zijn ouders waren gescheiden en hij woonde bij zijn moeder. Via zijn vader was hij erachter gekomen dat je bij de Bahnhof Zoo, NS-station Dierentuin. Manuel Schatwald woonde in Berlijn, namelijk. Geld kan verdienen door met oudere mannen, pederasten, mee te gaan. Op een dag had hij weer eens ruzie met zijn moeder en toen is hij met een kwaaie kop de deur uitgelopen en ging hij voor het laatst naar Bahnhof Zoo. Een pooier heeft hem meegenomen naar Nederland. Ook in Rotterdam had de politie een team gezet op jongensprostituees. Niet om die jongens te arresteren. Zij hebben namelijk seks met iemand die ouder is. En dat mag altijd. Het is andersom dat de Nederlandse wet moeilijk doet. Als je seks hebt met een jonger iemand en de wens tot seks komt van beide kanten, dan moet de jongere minimaal 16 jaar zijn. Staat er een vergoeding tegenover, in geld of natura, dan heet dat prostitutie
en geldt als minimumleeftijd 18 jaar. Ze hielden de jongens, zoals Manuel Schatwald, in de gaten om het pederastennetwerk in kaart te brengen. Van elke jongen werd een dossier bijgehouden. Ook van Manuel Schatwald. Toen in de buurt van Manuel Schatwald gewelddadige pederasten werden gesignaleerd, gaf een rechercheur aan dat het beter was om hem van straat te plukken. Daar werd van hoger hand niet op ingegaan. Een paar dagen daarna werd hij voor het laatst gezien in Rotterdam. De Duitse politie kwam onderzoek doen naar de verdwijning. Ze kregen van onze politie te horen dat de zaak rond Manuel Schatwald onder een slecht gesternte stond. Iets astrologisch. De Duitsers werden weggestuurd. Onze politie ging na die tijd over op een nieuw elektronisch informatiesysteem en ze moesten alle dossiers overzetten. Vanuit het oude systeem naar het nieuwe. Tja, zei een woordvoerder van justitie op tv. En zo een overzetting, die gaat niet altijd goed. Kortom, niet alleen weten we niet waar Manuel Schatwald is, wij zijn zijn dossier ook kwijt. De reporter wilde scherpe vragen stellen en toen moest de woordvoerder glimlachen. Ja, natuurlijk mogen dit soort dossiers niet zomaar kwijtraken. Een verbeterpunt voor de volgende keer dat justitie haar software gaat vernieuwen. Het aantal zaken betreffende pederasten dat onopgelost op de plank ligt, liep destijds alleen in Nederland al tegen de 10.000. Het is dus waar, zei mijn dochter verbluft. Mijn zoon was, toen ik aan het vissen was, op internet gaan struinen en via de naam Joris Demming op de naam Manuel Schatwald gestuit. Hij was zich helemaal kapot geschrokken. Mijn dochter was om twee redenen boos. Ten eerste, waarom heb ik haar broer zo laten schrikken? En ten tweede, als ik dit allemaal wist, waarom heb ik hem dat risico laten lopen? Op haar eerste vraag antwoordde ik dat ik ervan uit was gegaan dat hij geen Duits of Engels kent en er dus niet achter had kunnen komen. Meewarig schudde mijn dochter haar hoofd en legde uit dat veel anderstalig materiaal met Nederlandstalige voice-over of ondertiteling op internet staat. Dat had ik moeten weten. Oké, gaf ik toe. Ik stond op en liet mijn dochter mijn aantekeningen zien en vertelde haar van de 2 keer €50. Legde haar uit dat haar broer bij verre niet zo'n risico had gelopen als Manuel Schatwald. Helemaal gerust keek ze nog niet. Ze stelde voor om mijn zoon te laten slapen. Morgen weer naar school. Die maandag zou mijn dochter na school gaan eten bij een vriendin. En daarna naar de maandagavondtraining bij de schietvereniging. We spraken af dat ik het er die avond voor het slapen gaan met mijn zoon over zou hebben. Leuk is dat. Nou, dit was hoofdstuk 12. Ik pak eventjes de belangrijke dingen eruit.
Maar dan wel vanaf het begin. Hè? Kijk, de ware leugen is dat je die vermengt met de waarheid. En dit klopt dus. Hè? Ik heb gewoon echt gevist. Heel veel. Ook na de scheiding. En, was op een zondagmiddag. Zei ik tegen mijn dochter. Ik ga vissen. En jij bekijkt het maar. En zei mijn dochter. Ja, daar wil ik wel mijn iPad mee. Ja, is goed joh. Dus zij de iPad mee. En ik mijn hengel mee. En dan een pokken end lopen. En dan zit je aan het water. En toen heeft zij nog een... iets met een konijn en dat was bijna dood. Zij lekker in de rondte hollen en ik maar vissen. Dat heb ik van die hele kleintjes. Dat zijn een soort grondeltjes, heet dat. Dat is een soort plaag van die hele kleine visjes. Misschien kan je ze wel gewoon frituren eigenlijk. De volgende keer ga ik ze gewoon frituren. Misschien zijn ze best lekker. En dit is ook wel een hele mooie, die heb ik ook met opzet erin gedaan. We praten er wel over als hij straks in bed ligt. Dat had ik ook graag gewild van de moeder van mijn kind. Dat ze niet, terwijl mijn kind erbij is, helemaal uit haar dak gaat. En, oh, dit pik ik niet en dat kan niet. En, dat je je mond houdt. Eerst het kind naar bed. En dan kan je het gaan hebben over de dingen. Hè? Nou, nu komt natuurlijk de titel, die komt hier in beeld, Manuel Schatwald. Het verhaal van die jongen, ik heb het hier helemaal verteld, dat is gewoon echt gebeurd. Dat is een Duitse jongen, geboren in Berlijn, beland hier in het westen van Nederland. En toen was hij weg. En waar is hij gebleven? En waarom zoekt justitie dit niet uit? Je kan lopen zeuren over Marianne Vaastra. Dat doe ik ook. Je kan lopen zeuren over Marc Dutroux en zijn slachtoffers. En dat doe ik ook. Maar dit gaat regelrecht onze eigen persoonlijke overheid ook. Waarom gebeurt hier niks aan? Wat is hier aan de hand? Dit is allemaal waar, dit is weer de waarheid, het Bahnhof Zoo. Maar dat is echt NS-station, Dierentuin. Bahnhof is een treinstation, moet je misschien zeggen. Maar wij zeggen NS. Deze wetgeving klopt ook. Je mag altijd seks hebben met, als dus een jongere iemand seks heeft met een ouder iemand. Is die jongere iemand niet schuldig? Het is juist andersom. Denk er even over na. En waarom is dit opgesteld in onze wet? Dat hij gezien is in Rotterdam voor het laatste klopt ook. En dan hier komt het dus echt. Dit is echt verschrikkelijk. Want dit kan dus niet. Kijk, deze frase. Dit kan je waarschijnlijk nog op internet met uitzending gemist. Kun je dat proberen na te halen. Maar je weet nu al dat ik de waarheid spreek. Er is een woordvoerder geweest van justitie. Die heel lachend zei, ja, een foutje, ja, zomaar een dossiertje kwijtgeraakt. Nou, wat mij betreft is dat hoogverraad. En hoogverraad verdient de doodstraf. En ik ben er niet voor hoor, om een guillotines te gaan knutselen ofzo. Siankali te gaan mixen.
Het is de doodstraf die hiervoor geldt. Want deze woordvoerder die zit eventjes te vertellen dat ze 10, 20 gigabyte aan data zomaar even kwijt zijn. En hij is nog in dienst. Nou, ik zou minimaal zeggen, deze woordvoerder moet er even gaan teruggaan wanneer hij begonnen is met liegen. En vanaf dat moment gaat hij al zijn salarissen, zijn salarisgelden, plus 30% boete, 30% boete, hè? Die gaat hij terugstorten. En als hij dat kan betalen, dan komt hij er mooi vanaf. Als hij dat niet kan betalen, is hij onze slaaf. Wij mogen dit niet pikken. Het is onacceptabel dat je bij het ministerie van Justitie accepteert dat ze zomaar documenten kwijtraken, terwijl jij als ZZP'er die eieren verkoopt op de markt, als je maar één BTW-bon mist, dan ben je de Piemelino. En justitie mag dat gewoon. Oké, ik vind het best. Als jullie allemaal vinden, nee, niet jullie, hè, want jullie zijn hopelijk boos samen met mij. Maar als mensen dit zo vinden, ja, dan mag ik ook alles. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Als de lat zo laag ligt, hoef ik niet meer te springen. Nee, ik struikel wel over de lat heen. Ik strompel. Maakt mij het uit. Ik ga met mijn invalide autootje over de lat. Ik hoef helemaal niet meer te springen. Niks telt meer. De waarheid is een fantasie of zo. Je moest eens weten hoe het er in softwareland aan toe gaat. Als Alex Jones maar één video geblokt krijgt, dan staat hij de volgende dag al te renten. Maar waar is mijn video? Waar is mijn video? Ja, en het dossier van Manuel Schatwald zijn we gewoon klaar, gewoon kwijt. En ik wou, het is op tv geweest en die woordvoerder die moest erom lachen. En dus was het allemaal leuk. Wat? Ik ben niet aan het renten of zo. Hè? Het is wel zo. Is dat leuk? Met Srebrenica waren die fotorolletjes kwijt. En dan hier zijn we Manuel Schatwald zijn dossier kwijt. En die 10.000 aangifte van kinderen, inmiddels dan misschien volwassenen, van ik ben geëhold door die en die. En die liggen allemaal nog op de plank. En dit is dus ook waar. Er is gewoon letterlijk gezegd, jongens, don't do this. Een slecht gesternte. Ik heb het vertaald met Google Translate. Want die Hollanders die spraken ook een beetje Duits. En ze hebben het in het Duits tegen die lui gezegd. Ik heb geen zin om het Duits nu op te zoeken. Maar ze hebben die Duitsers gewoon weggestuurd. Oké, jongetje kwijt. That's it. Dit is het einde van hoofdstuk 12. Dan krijgen we hier hoofdstuk 13. En dan is het ook echt klaar. Hoofdstuk 13, pagina 13. En hier een heel klein stukje wit. Maar ik had er niet zoveel meer te typen. Maar ik vind het wel een mooi einde, toch? Qua vormgeving. Daar komt ze dadelijk. Hartstikke bedankt voor het kijken. En op zijn hamburgers, dan zeg ik tjus. En dag liefas.